Hoi, we zijn inmiddels aanbeland op uh, level 3 en bij level 3 gaan we naar drie wat ingewikkeldere problemen kijken waarbij de stelling van Pythagoras nodig hebt om het probleem op te lossen. Oké okay, daar gaan we, dit is probleem nummer 1 en het, uh, het is als volgt, uh, het is wel gegeven hier een rechthoekige driehoek ABC en de verhouding van die lengte die is ook gegeven, de verhouding van AC staat tot BC is 2 staat tot 1, oftewel AC moet twee keer zo lang zijn als BC. Wat weten we ook? We weten dat de lengte van AB, uh, hypotenusa, die is 5. En nou is de vraag, hoe lang is AC? Oké, nou zou je zeggen, ik, ik weet te weinig, want de stelling van Pythagoras, die vertelt me a-kwadraat plus b-kwadraat c-kwadraat. Uh, ik moet ofwel de a en de c weten, ofwel de b en de c, of de a en de b. Ik moet er twee weten om de derde uit te kunnen rekenen. En nu weet ik er maar één. Maar dan gebruik je niet alle informatie. Je moet ook gebruiken dat je weet dat de verhouding tussen die zijde 2 staat tot 1 is. En zoals we wel vaker bij de wiskunde, als één ding onbekend is, dan is het vaak een goed idee om daarvoor een variabele in te voeren. Dus wat we doen, het idee hier is. Ja, die onbekende hier, die lengte van AC, dat noemen we even x. De lengte van AC noemen we x. Oké, okay, als dit x is, dan, uh, ja, dan betekent het dat uh, deze half keer zo lang is, dus dan is dit x gedeeld door 2. Dat is belangrijk, hè? daar gebruiken we die verhoudingen. Oké, okay, en wat weten we nog meer? Het is altijd goed om een plaatje met alle gegevens erin te maken. Deze zijde is 5. Oké. Okay. Nou heb ik in principe uh, iets met x, iets met x, iets met 5. Dit kan ik dan gaan invullen in mijn stelling van Pythagoras. Dus laten we zeggen dat uh, dit mijn a wordt, dit wordt mijn b en dit wordt mijn c. Dan krijg ik x. In, dus, nou, ik neem maar gewoon even over. Hè. Laten we het netjes doen. Ik heb a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. En daar ga ik invullen. Dan krijg ik x in het kwadraat plus x gedeeld door 2. In het kwadraat is 5 in het kwadraat. Ah, oké. Okay. Nou ben ik waar ik wezen wil. Ik heb gewoon een vergelijking, een kwadratische vergelijking in x. En Die kan ik proberen op te lossen. Dus ik krijg x kwadraat plus x kwadraat gedeeld door 4 is 25. Dan worden we natuurlijk niet heel blij van die, van die noemer hier. Dus ik kan uh, alles keer 4 doen. Dan krijg ik 4x kwadraat plus x kwadraat. Is 100. En uh, dat geeft me dus uh, 5x is 100. En ik deel, door, uh, ik deel door 5. Dan krijg ik x is uh, 20. En x is dus uh, wortel 20. Of x is uh, min wortel 20. En misschien hebben sommigen van jullie al gezien dat je wortel 20 kan vereenvoudigen. Zo niet, maak je dan geen zorgen. Dit is 2 keer de wortel van 5. Of x is uh, min 2 keer de wortel van 5. En uiteraard zijn we alleen geïnteresseerd in die oplossing waar x positief is. En deze heeft meetkundig voor de rest niet zoveel te betekenen. Dus we hebben x gevonden. En dat was mijn lengte van AC, wat ik wilde weten. Dus uh, hier zie je eigenlijk een voorbeeld van dat je twee uh, zijden niet weet. Maar met behulp van zijn verhouding en een vergelijking kan je toch de lengtes uitrekenen. Gauw door naar een volgend probleem. Je hebt hier een cirkel. En hier heb je een diagonaal van de cirkel. Een, sorry, een diameter van de cirkel. Een middenlijn. Oké, okay, dat betekent dat het zeg maar de langste lijn is die je in de cirkel kan tekenen. Hè? Uh, dan hebben we hier uh, vierkanten op, uh, op die diameter getekend en uh, dit zijn twee vierkantjes naast elkaar en de punten hier die uh, die snijden ook echt de cirkel. Misschien hier niet zo mooi getekend, maar die punten die liggen op de cirkel bedoel ik te zeggen. En daarboven zie ik nog een vierkant waarvan de punten ook op de cirkel liggen en deze onderste punten op de diameter. De oppervlakte van deze twee kleine vierkantjes, allebei vier, want dus dit is het middelpunt van de cirkel. En de vraag is wat is de oppervlakte van de boven Bovens de vierkant. Ook hier, uh, zoals het probleem in level 2, plus, had je ook een probleem waar je eigenlijk nog geen driehoek zag. Hier zie ik ook nog geen rechthoekige driehoek. Dus maak ik me een beetje zorgen van uh, hoe kan ik die stelling van Pythagoras ooit gaan toepassen? Maar als je een afstand moet gaan uitrekenen, dan is dat wel heel vaak een goed idee. Nou zul je zeggen, maar een afstand uitrekenen? Ik zie hier alleen maar oppervlaktes. Dus waar is een afstand? Nou, om een oppervlakte uit te rekenen moet je uh, van een vierkant moet je eerst de zijde weten. Dus ik wil deze uh, zijde weten. Nou, waarom is dit een level 3 probleem? Omdat je verschillende, uh, kennis van verschillende dingen eigenlijk moet combineren. Hier was het al eigenlijk een combinatie van uh, stelling van Pythagoras met algebra. Nu moet ik iets uh, gebruiken dat ik over cirkels weet. Namelijk dat de afstand van het middelpunt tot. Welk punt dan ook op de cirkel altijd gelijk is, dat heet de radius. En nou kan dit probleem opgelost worden door op twee punten op een slimme manier de radius te tekenen, namelijk hier en hier. Ik weet de oppervlakte van dit vierkant is 4, vier. dus ik weet ook wel vanaf een oppervlakte kan ik naar de zijde gaan. Dan weet ik, een vierkant met oppervlakte 4, daarvan is de zijde natuurlijk 2. Ha, en dan zijn we waar we wezen willen. Omdat dit een vierkant is, kan ik ook de radius uitrekenen. De radius is namelijk gewoon de hypotenusa van deze rechthoekige driehoek, of als je wil, het is de diagonaal van dit vierkant. En die, die radius, dat is eigenlijk het hele idee van mijn aanpak. Dat is, degene, dat is zeg maar het ding waarmee je van de situatie hieronder naar de situatie hierboven komt. Als we eenmaal die radius weten, dan weet ik nog niet helemaal hoe we hier verder gaan. Maar daar gaan we het zo over hebben. Laten we eerst dit maar eens even doen. Dus ik, ik kan nu hier kiezen, a is 2 en b is 2. En dan heb ik hier uh, mijn, mijn c, die is niet 4. Hè. 4 was de oppervlakte daar. Wat ik dan krijg is a kwadraat. Plus b kwadraat is c kwadraat. 2 in het kwadraat plus 2 in het kwadraat is c in het kwadraat. Oftewel, 4 plus 4 is c in het kwadraat. c kwadraat is 8. c is wortel 8. Of c is min wortel 8. Maar die laatste die doet niet mee, want die is negatief. Oké, okay, dus ik weet nu dat dit hier. Deze, deze schuine zijde, deze radius, die heeft lengte wortel 8. So far, so good. Maar nu kan ik nog iets gebruiken. Nu zijn we in een situatie beland die heel erg lijkt op wat we daar hebben. Want kijk even goed naar dit vierkant hierboven. Dit middelpunt van de cirkel ligt natuurlijk ook op het midden van de zijde van het vierkant, want dat vierkant dat ligt symmetrisch hierin. Dus ik weet iets over de verhouding van de zijde daar en de zijde daar. Ik deed net hier x en daar x gedeeld door 2, wat eigenlijk slimmer is is om de kortste zijde x te noemen. En dit stukje noem ik x. En dan de lange zijde wordt dan 2x. Ja, want dit hele ding moet 2x zijn, want het is een vierkant en het middelpunt ligt in het midden. Dus als dit x is, dan moet dat 2x worden. Daar kan ik vervolgens mee verder, want ik kan net als daar uh, de kwadratische vergelijking opstellen die, die erbij hoort. Dus dan krijg ik a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Een beetje lelijk natuurlijk om hier nu weer a en b en c te gebruiken, omdat we dat daar al hadden. Maar nu is dit mijn a, dat mijn b en dat mijn c. Dus ik krijg x kwadraat. Plus 2x in het kwadraat, vergeet niet die haakjes, is wortel 8 in het kwadraat. Ik krijg dus uh, x kwadraat plus 5x kwadraat is, uh, pardon, ik loop op de zaak vooruit. We krijgen zo meteen pas 5x kwadraat. Eerst 4x kwadraat is 8. En dan krijg ik dus 5x kwadraat is 8. x kwadraat is dus. 8 gedeeld door 5, 8 vijfde, zo je wil. En x is dus de wortel van 8 gedeeld door 5, of x is min de wortel van 8 gedeeld door 5. Oké, okay. deze uh, oplossing uh, gaan we niet mee verder, want die is negatief. Nu weten we dat x is de wortel van 8 gedeeld door 5, maar dat betekent dat de hele zijde 2 keer de wortel van 8 gedeeld door 5 moet zijn. En de oppervlakte is dat in het kwadraat. Dus de oppervlakte. is 2 uh, keer de wortel van 8 gedeeld door 5 in het kwadraat. is 4 keer 8 gedeeld door 5. 2 in het kwadraat keer. nou, wortel van 8 gedeeld door 5 in het kwadraat is door. 8 Gedeeld door 5 is dus 32 gedeeld door 5. Of zo je wil, dat is 6, 2, 5. Alright, dan hebben we nog een heel klein hoekje over hier voor ons laatste probleem. Maar wat dus heel belangrijk is, hier gebruiken we de stelling van Pythagoras, maar we gebruiken hem uh, maar liefst twee keer. En we gebruiken ook wat we weten over cirkels. Nou, dit laatste probleem. Uh, gaat over uh, een eenheidsrooster. Je ziet hier allemaal puntjes in een, uh, in een assenstelsel. En die puntjes die liggen alleen op de, oh ja, op de plekken waar de coördinaten uh, gehele getallen zijn. Dus 1,1, 1,2, 1,3, 3,2, 4,3, etc. En nou is de vraag: zoek twee punten A en B zodat de, op het rooster zodat de afstand tussen A en B wortel 41 is. Tja, dat is natuurlijk lastig. Wat zou het kunnen zijn? Zou ik gewoon eens gokken. Ik pak 1,1 1, 1 en 4,1. Dan ga ik 3 naar rechts om en 1 omhoog. Dat is een gok, ja? Als, uh, als ik dat punt en dat punt pak, ga ik 3 naar rechts en 1 omhoog. Dan krijg ik in de stelling van Pythagoras 3 kwadraat plus 1 kwadraat is 10. En dat betekent dat die schuine zijde de wortel van 10 is. Wortel 10. Dus dat gaat hem niet zijn. Een andere poging. 1, 1 en uh, 3, 3. Dan krijg ik uh, 2 in het kwadraat plus 2 in het kwadraat. Is 4 plus 4 is 8. En dan de schuine zijde is wortel 8. Hmm. Ook niet. Als ik nog eens goed kijk. Dus, dus, dus al die gokjes. Ik ga het even uitwegen. Al die gokjes die hebben niet zoveel zin. Maar als we nog eens kijken naar die stelling van Pythagoras. Dan zegt hij eigenlijk. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dat, uh, dat weten we inmiddels wel, want we zijn level 3. Als ik nou al meteen de wortel neem, dan krijg ik dat C is de wortel van A kwadraat plus B kwadraat. Oké, okay, het kan ook min die wortel zijn, maar die negatieve oplossing interesseert ons niet. Hè? Dus wortel A kwadraat plus B kwadraat. Oké. Okay. We moeten wortel 41 krijgen. Dan betekent eigenlijk dat die a en die b zo gekozen moeten worden dat dat a kwadraat plus b kwadraat opgeteld 41 is. Nou laten we gewoon eens even kijken naar een rijtje kwadraten. Ik zet hier a. En wat is dan a kwadraat? Uh, ik begin uh, maar bij 1. En is 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. 5, 25. En wat we moeten hebben is dat we eigenlijk twee keuzes maken voor uh, a en b, zodat die kwadraten opgeteld 41 zijn. Nou, dan kan je gewoon eens een beetje proberen. 4 en 9, nee, dat is 13. 9 en 9 is 18. 9 en 16, 25, nee. Maar 16 plus 25, haha, die doet het. Dus ik moet deze twee getallen hebben. Als ik, als ik hier mijn a is 5 kies... 4, sorry. En b is 5. Dan heb ik a kwadraat is 16, b kwadraat is 25 en opgeteld zijn er 41. Dus ik moet zorgen dat de horizontale afstand 4 is en de verticale afstand 5. Of, of natuurlijk andersom. Dat kan ik beter tekenen hier. Dus ik zou bijvoorbeeld mijn ene punt gewoon 0,0 kunnen kiezen. En mijn andere punt moet uh, 5 naar rechts en 4 omhoog. Dan kom ik hier uit in het punt 5,4. En deze afstand, een beetje schreef getekend, maar je gooven me wel. Dat is inderdaad precies die wortel 41. Dus we hebben nu eigenlijk de stelling van Pythagoras uh, op een heel vrije manier toegepast. In de zin van dat zowel A als B onbekend waren. Maar dat we op een slimme manier moeten kiezen zodat die kwadraten opgeteld precies 41 waren. Nou, dit was level 3. En dan volgt er nog één niveau, level 4 waarbij je eigenlijk gaat begrijpen waarom die stelling van Pythagoras waar is.